Ik ben mijn broer kwijtgeraakt. Een maatje. Een pretbek ook. Ik kon verschrikkelijk met hem lachen. Hij kon heel apart uit hoe komen dat je meteen stond te schateren. Hij kon ook heel serieus zijn. Dat ben ik allemaal kwijtgeraakt, ja. Toen Gerard hoorde dat zijn broer na de explosie vermist was, reed hij meteen naar Diemen. Daar waren ook Wims vrouw en zijn ouders. Vanaf de plek des onheils stuurde Gerard zijn dochter een berichtje. Ik had nog helemaal niks over de gasexplosie gehoord toen ik dat berichtje kreeg. Op dat moment staat echt de wereld een soort stil. En we hebben daar eigenlijk een hele nacht in een kamertje gezeten. Zitten wachten op nieuws. Je mag daar niet heen, je mag niet naar die plek toe. Dus je kunt alleen aan de rand van die plek staan wachten. Dan wacht je tot iemand met iets komt. En dat duurt verschrikkelijk lang. Maar toen kwam de politie met het nieuws waar ze al die tijd al bang voor waren. En uiteindelijk kwamen ze dus met een kettingje. Dat was wel van Wim. Ik heb nog wel een paar uur geslapen. Maar het was een lange nacht. Ja. Hoewel Gerard zijn broertje enorm mist, verwijt hij niemand iets. Ook omdat het onderzoek naar de gasexplosie nog in volle gang is. Waar het fout is gegaan, weten we nog niet precies. En eigenlijk als je niet weet waar het precies fout is gegaan, kun je ook niet boos zijn op iemand. Het mag dan wel mijn oom zijn, maar het voelde echt gewoon als een vriend. Als je met hem praatte.